Ons advies is, ga nooit in op de energiecontracten die deur-aan-deur verkopers of leurders je komen aanbieden. Het zij via telefoon, het zij in de winkel, het zij aan je voordeur. Je bent zeer zelden of bijna nooit goedkoop af. Deur-aan-deur verkopers die werken natuurlijk maar voor één energieleverancier en het is zeer twijfelachtig of die energieleverancier het voor jou het goedkoopste is. Bovendien leuren ze ook altijd maar met één specifiek contract en dat is vaak het contract waar zij de meeste marge op hebben. Wij trokken op onderzoek uit, want het regent klachten bij testaankoop. Wij zagen in 3 mediamarktwinkels dat er zeer malafide energiecontracten worden afgesloten. Nous fait demande de contrat avec un jeu pour confirmer. D'accord. Sinon, il y a un jeu qui pas confirmé, ça fait. D'accord. Dat is natuurlijk een leugen wat die dame daar vertelt. Ze doet uitschijnen alsof ze een offerte heeft aangemaakt, maar eigenlijk gaat het direct om een contract. En dan heb je natuurlijk 14 dagen de tijd om van gedachten te veranderen en het contract op te zeggen, wat we in dit geval ook zouden aanraden. Je kunt het niet opmaken, dat mag je niet illegaal op de energiemarkt. Je kunt... Meen je dat? Ja. Wat je dan krijgt is een offerte op prijs per kilowatt. Wat je verbruikt, maakt niet uit. Deze verkoper is niet geïnteresseerd in je verbruik. Nochtans zou een offerte, die helemaal niet illegaal is om ze aan te maken, zeer interessant zijn omdat je dan misschien een beter energietarief zou kunnen krijgen. De verkoper vraagt niet naar de naam van je huidig contract, maar wel naar de naam van je leverancier. En dan neemt hij er een tabel bij, een tabel die duidelijk door Luminous is aangeleverd. En hij gaat het duurste contract van jouw energieleverancier vergelijken met het contract dat hij probeert te verkopen, waardoor zijn product altijd als goedkoopste naar voren gaat komen. Maar in realiteit zal dat niet het geval zijn. Vampyr is dus echt 9% duurder dan Luminous. Ah, oké. Vampyr staat hier al niet tussen. En waarom? Hij is duurder als 4,5. Natuurlijk staat Lampiris helemaal niet in de lijst van deze verkoper, want op het moment van opname was Lampiris over de hele lijn goedkoper dan Luminous met zijn tarieven. Ja? Het is van vandaag 16.10.2019. Luminous Comfy Shine. De verkoper doet eigenlijk twee zaken verkeerd. Enerzijds, hij verwijst naar de V-test. Dat is een energietest van de Vlaamse onafhankelijke energieregulator. Maar het contract dat de man wil verkopen is niet eens opgenomen in de V-test. En ten tweede, hij spiegelt uw tarieven voor van een ander contract dan het welke u uiteindelijk zal ondertekenen. Een contract dat enerzijds veel goedkoper is en anderzijds eigenlijk specifiek is voor de eigenaars van zonnepanelen. In mijn maison, j'ai des panneaux solaires. Est-ce que ça pose un problème? Que du contrat, c'est bon. Ça veut dire que lorsque vos panneaux solaires fonctionnent, vous n'avez pas besoin de votre énergie. Donc je peux passer chez Luminous, même avec des panneaux solaires que j'ai installés il y a quelques années. De verkopers doen uitschijnen dat je als eigenaar van zonnepanelen op elk moment van energieleverancier kan veranderen. Dat is ook zo, maar het is niet zo slim om dat op elk moment te doen. Je doet dat best in de buurt van de jaarlijkse meteropname, omdat je eigenlijk een terugdraaiende teller hebt. Wanneer je in periodes van veel zon zelf energie op het net zal zetten, dan zal jouw elektriciteitsmeter terugdraaien. En dat voordeel ben je kwijt als je op een ongunstig moment van energieleverancier verandert. J'ai des panneaux photovoltaïques. Mais je veux savoir si je peux changer de fournisseur en ayant des panneaux solaires, si ça pose pas de problème. We hebben het Greenfix-contract vergeleken met de andere energiecontracten die er op de markt te vinden zijn. En onze conclusie is dat het Greenfix-contract bijzonder duur is. Ten opzichte van het meest goedkope contract voor energie op de markt is het maar liefst €450 duurder. Toegegeven, je krijgt een bon van €100 van de mediamarkt, maar dan betaal je nog altijd €350 te veel. Niet verwonderlijk natuurlijk dat we van jullie heel wat klachten krijgen over de praktijken van energieleveranciers. In dit geval ging het over Luminous, maar ook Essent en Lampyr zijn slechte leerlingen wat dat betreft. We kunnen alleen maar de tip geven, vergelijk zelf. Surf naar onze website op www.testaankoop.be/vergelijkenergie en zie zelf wat voor jou het voordeligste tarief is. We hebben het aanbod dat Luminous aanbiedt in de mediamarktfilialen ook opgenomen. Wil je echt volledig ontzorgd worden, dan kan je ook beroep doen op onze dienst van Gael.